Applaus, een intrede voor alle nationale titels. Centrum België, CEP en ECV. Mag ik vragen aan onze prins, is die geliefd? Ja, kom maar even tot hier, dame. En heer. We gaan hem nu verkleren. Een applaus, dames en heren, onze Guido. Guido, hoe voelt u? Zeer hartig. Dat is een correct antwoord, precies. Fantastisch toch, hè? Ja. Gezond, senior. Ik hoop. Nee. Ik vind wel dat je er al schoner gaat zien als de vorige. Dus mijn complimenten naar u toe. Hè? Want dat juist was toch wel een beetje schaam. Het is hoe dat je het bedekt hebt. Je voelt je nog goed, ja? Kijk, we hebben iedereen op het podium een beetje geroepen om die prins een beetje aan te kleden. Zodanig dat we alles een beetje samen doen. Ik krijg alleen maar... Ah, zie nog iemand die klaar is. Komt er maar bij. Jeugdprinses in wording. Wauw, ik klap toch gewoon. Goed, hè? Van dezelfde keer naar je toe, hè? Ik weet niet, maar dat is juist dat ik daar geen schoenen van heb. Allee, zeg het maar. Zijn content dat je koolgeet hebt trouwens en dat je kunt schoenen. Maar goed. Laat ons beginnen bij het begin. Maar we gaan beginnen bij de jeugd. Ik denk dat dat schoon is. Om te vragen aan iemand, denk ik, prins van Adrie stellen. Even het van voor. Ja, jeugdprinses. Ik heb een handen broek. Om die aan te doen. Bij ons jeugdprinses, die al tamelijk groot is. Een mooie. Oh, wow. Schone tanden. Hele mooie dame. Schone dame. Met leuke mooie tanden. Ja. Dat is wel erg. Daar is juist was het niet het geval. Doe maar, doe maar. Uiteraard. Mag ik dan vragen aan... Ik weet dat hem dat heel graag doet. Kom vrouw, kom daar even bij. De keer, morgen ga jij... Nee, je kunt van de vrouw een meisje. Hoe wordt dat? Ja.
Ja, ik zal de micro direct bij u zetten dat ik hoor hoeveel dat je vloekt en zo. Ik vloek. Ja, dat komt goed. Hij is er bijna aan het oppakken. Amai, komt dat goed? Is dat juist? Oei, dat komt niet. Allee, opnieuw, opnieuw. Controle doet op de goeie, zeg. Dat was je. Ziet, ik denk dat gewoon vrouw gemakkelijk iemand kan wat kleren dan iemand kan wat kleren. Wat zeg je gewoon vrouw? Dat was toch? Ja, ja. Allee, het moet zo. Ja. 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 Komt goed. Jij moet zo rust laten lukken. Ah. Je mag nog 3 kussen geven. Klopt het? Is het goed? Is dat daar aan? Oei, 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 oei. Die gaan werken met zich. Nee, dat klopt niet. We gaan het voorlopig zo laten. We gaan dat gebied mooi aankleden. Nee, nee, dat gaat niet, dat gaat niet. Contra, van lingerie, heb jij niet veel spek gegeten? Ja, ik had een keer vragen aan mijn onder, maar dit is al een dikke van nee, vreemd, nee. Het is heel moeilijk, hè? Het is niet gemakkelijk. Goh. We zijn nog niet rond, we gaan nog een kroontje geven. Hm? Waar is Jacoschi? Is dit de Jacoschi? Jacoschi. Oh. De handtas. Mag gegeven worden door, ik zie daar iemand van onze kopijn, kom maar even naar voren, hij is ook kandidaat heb ik gehoord, hè? Dat klopt hè, hij is weer kandidaat voor, goed Sinterklaas. Nee, dames en heren, kandidaat voor Prins Carnaval, groot Sinterklaas, 2020, dat weet iedereen hè? Dat weet iedereen. Je mocht de chakroes afvullen. De handpas. Mooi. Ja? Uiteraard, kijk vragen aan Rosita. Dat is vrouwelijk gelief om de aanschoentjes aan te doen bij onze jeugdprinses. Oké, uiteraard moet je nog een kroontje hebben en dat gaat u overhandigd worden door onze Europaprins Gerard de Eerste. Ga zorgen dat je een mooi kroontje hebt voor een gans jaar. Wat zit er goed? Volgens mij heeft hij heel veel gedaan bij deze vrouw. En dat ging nu al wel los. Niet alles. Maar je gaat er even moeten wachten.
Want we zitten hier met nog een kaliber, hè, Sinopsie. Ik heb gehoord vandaag dat je daar een boek bent geworden, hè. Dus je gaat hier mogen hanteren dat kastje, hè, vriend. Niet alleen om atomen te doen, vergeet dat niet, hè. Dus, allee, weet je dat je dat gezien hebt? Zijn ogen waren ook niet te doen, dat was precies hij. Maar ik ga toch verder doen met de proclamatie. Maar ik vraag je, Eddie, om de brug van onze prins. Ik wil vragen aan onze jeugdprins van België. Ja, dat zijn de lastige tijdrijtjes, hè. Ik denk misschien best dat er iemand komt helpen. Chantal, misschien een beetje hulp. Een cape aandoen, dat is niet zo simpel. Ah ja, top, nee, precies. Ja? Dan een vraag aan. We zijn alleen nog zwinnen. Jullie, goed dat ik eens ben. Je moet de handschoenen geven. Oké, dat is een cadeautje van de rollenblit van VDR. Handschoenen. Je kunt daar alleen maar beamen zitten. Ja, ja. Ziet er goed uit. Ik kan niet zwijgen dat ik dat ook wel. En uiteraard Tim Smeden, Kunst, president van Nederland Europa Carnaval, om de steek aan te doen bij onze nieuwe prins. En ik ga vragen aan Marina om even stond hier te komen voor één pluim op te steken. Albert, ik heb er nog steeds, wacht ik, kom even bij. Ja, twee pluimen is heel mooi, maar dat maakt niet uit. Nou, vraag je een jongvrouw? Wat moet ik nu zeggen? Paula of Poolse? Wat moet ik zeggen? Wat jij doet. Je weet niet wat ik doe. Ziet er goed uit. Zo, dames en heren. Wat vinden jullie daarvan? Is het al een applaus waard? Je mankeert nog het heel belangrijkste en dat is de macht. De macht om te regeren als prins, als jeugdprinses. En dat wordt uiteraard alleen maar uitgeleid
door onze voorzitter van de Orde van Keizer Jodel. Een warm applaus voor ons Rita. En ik zou zeggen, maak er iets moois van. Ik ga u de micro direct geven dat je hoort wat ze allemaal zegt. Ja. Ik kan niet zeggen. Dat is het beste. Klaar en duidelijk. Je moet gewoon je best doen. Mag ik een warm applaus, dames en heren, onze prins van Orde van Keizer Jodel, Guido de Eerste, en onze jeugdprinses van Orde van Keizer Jodel, Chiara de Eerste. En ik denk dat je nu even de micro moet. Chiara? Moet je maar een bril ook hebben? Goedenavond, dames en heren. Ik ben Chiara en ben 14 jaar jong. Ik zit al 3 jaar in het Orde van Keizer Jodel en de Jodelletters. Alzo carnaval Kampenhout. Mijn hobby's zijn carnaval vieren en dansen. Dit doe ik bij Ines Meer. In carnaval heb ik al veel vrienden gemaakt. En sommigen zijn zoals familie door mij. Ik bedank Orde van Keizer Jodel voor het vertrouwen in mij om jeugdprinses te mogen zijn dit jaar. Dit samen met mijn papa als prins. Ik ga er 100% voor gaan en sluit af met een drievoudig Allah. Goedenavond. Beste carnavalisten en vrienden. Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Guido Bouweraars. Mijn hobby's zijn... carnaval... waar ik al 3 jaar in de Orde van Keizer Jodel en de Jodelletters al ben en carnaval... Kampenhout. Dames en heren, mag ik even gewoon stilte in de zaal. Hier is een speech aan de gang. Ik zou graag een klein beetje stilte willen in de zaal. Dank u. Samen met mijn gezin heb ik bijna wekelijks met deze toffe bende op de baan. Wij zijn één echte familie geworden. Ik bedank het bestuur dat ik het vertrouwen krijg om dit jaar prins van de groep mag worden. Dit samen met mijn dochter Chiara. Ik beloof dat de groep dat ik mijn best zal doen om deze titel waarde te dragen. Ik groet jullie nog met een drievoudig Allah. Allah voor carnaval 2020. Allah voor de Orde van Keizer Jodel. Allah voor de vriendschap en de carnaval. Dank u. Ja, uiteraard. Een oproep naar Peter en Meke. Zou ik dan graag Chantal en Thierry op het podium mogen hebben alsjeblieft?
Zou jij mijn meter willen zijn? Met heel veel plezier, dank u wel. Thierry, zou jij mijn Peter willen zijn? Met heel veel plezier. Ja, mijn meter en Peter die staan al op podium. Dus mag ik vragen aan Marino en oma Rita? Oma Rita, wilt u mijn meter zijn? Heel zeker. Marino, wilt u mijn Peter zijn? Absoluut. Dank u. Dank u wel. Uiteraard hebben wij nog een cadeautje van onze vereniging uit. En ik hoop dat het een heel mooi plaatsje krijgt bij jullie thuis. Maar ik twijfel daar niet aan, want ze zijn nu al aan het stralen, dames en heren. Mag ik een warm applaus voor deze fantastische prominenten? Niemand minder dan onze prins Guido de Eerste voor het jaar 2020. En uiteraard ons jeugdprinses van het jaar 2020, Chiara. We gaan ook niet vergeten dat we met een keizer zitten, keizer Bart. Een dikke, dikke merci voor hetgeen dat je doet en je hoort er altijd bij. Sowieso. Dank u, dank u, dank u. Maar uiteraard wil iedereen nog zijn woordje zeggen hier op het podium. En we gaan beginnen misschien rechts van mij. Proficiat, orde van keizer Joëlletjes. Een prachtige receptie meegemaakt. Veel ambiance en plezier hier in de zaal. Een mooi prinsenpaar, een stralend. Kijk eens hoe fier ze zijn. Doe zo goed, een jaar is snel voorbij. En maak er het beste van. Ik roep jullie met een drievoudig. Alla, alla, alla. Sorry. Ik ga weg, jongen. Goedenavond allemaal. We hebben hier een gelukkig jeugdprinses en prins. Ik hoop dat jullie er snel en een mooie jaar van zullen maken. Het jaar gaat snel voorbij. Ik wil ook graag dat jullie een heel hard en leuk applaus geven voor deze twee, want zij hebben ook het best gedaan eigenlijk. En het is niet makkelijk om een prinsenpaar eigenlijk vader en dochter te hebben. En ik hoop dat jullie er echt gaan genieten. Maar het sluit af mijn drievoudig. Alla, alla, alla. Uiteraard van ons ook een klein cadeautje. Ik denk dat het al in orde is voor onze vriend 3x20 en ook voor onze jeugdprins van België. Maar we gaan verder met het driegesterren Albert, de voorzitter. Ik kom even tot in ons midden en ik zal zeggen, kom alle drie een keer tot van voor. Dat ze u volledig zien hoe dat gelle gedecoreerd zit, hoe schoon dat dat toch is. Alweer alsjeblieft. Dank u wel. In ieder geval allemaal een hele goede avond hier in een fantastische zaal. Aan de ogen van Keizer wel een dikke proficiat. Bedankt voor de uitnodiging. Bedankt dat we hier mochten zijn. Maar ik heb voor jullie ook nog een verrassing in petto in het carnaval in het algemeen. Want ik zie vanavond allemaal heel goede mensen. Ik zie hier een prachtige prins en een prachtige jeugdprinses. Er is nog veel werk op komst, maar we hebben bij de kandidaten, nationale kandidaten voor de kinderprins en kinderprinses. En dat gebeurt op 19 januari in Zaltenhorik, Noorderlaan in Assen. Ik ga er niet meer over vertellen, die kleine mannen die gaan dat allemaal zelf doen. Het enigste, lieve carnavalisten, het enigste wat ik graag vraag, op mijn blote knie als het moet, houd alsjeblieft voor 2 minuten jullie wafel. Dank u wel. Goedenavond Marino, ook namens de stad BVP, proficiat met de bouw. Proficiat aan de prins en de jeugdprinses, niet van mijn jaar. We hebben 2 kandidaatjes mee, APPB en KCN, is daar ook nog. Wil jij het zeggen? Als straks is u een dood. Dus ik ga mijn eigen voorstel. Goedenavond iedereen, ik ben Alicia, ik sta in kandidaat voor Nationale Kinderprinses van Bali 2020. Het gaat door op 19 januari in Zaandenhorik in Assen en ik sluit af met een drievoudig alaaf.
Ik ben Jens. Ik ben 8 jaar. Ik ben lid van CBD Grizzlies. Ik stel mijn kandidaat kindertjes van België 2020. We hebben de verkiezing aan 22. 19 januari 2020. Zaal, de Hobby, de Assen. Ik zou dag met een drie afhoudige alaaf, alaaf, alaaf. Dank u wel. Uiteraard. Dirk zonder de micro, dat gaat ook niet bereikbaar. Dank je wel, Marjan. Ja, beste carnavalsvrienden, wij zijn drie sterren. Groet begroet natuurlijk ook alle bevriende carnavalsverenigingen die hier aanwezig zijn. En natuurlijk Giro, Kiara, wij zijn drie sterren, wij wensen jullie heel groot succes toe in het carnavalseizoen van dit jaar en volgend jaar. En dat we elkaar vaak tegen mogen komen en een mooi feestje van maken. Maar we komen niet meer leeg handen. We hebben een kleinigheidje bij ons meegenomen uit Holland. De heerlijke stroopwafels en de jong. De jongvrouw, overhandigen en Arja. En natuurlijk hopen we ook allemaal terug te zien op 28 december op de Nacht der Drie Gesterren. Dat we een groot feest gaan maken met z'n allen en dat we een gezellig jaar mogen hebben. Dank u wel. Dank u. Uiteraard, ik zou vragen aan onze internationale schatbewaarder om een woordje te placeren voor het eerste Assen. Dankjewel. Goedenavond iedereen. Het is hier een prachtig feest. Ten eerste ga ik de prins met dikke proficiat. Ik hoop dat er zoveel en klaarheid zit. Ook een dikke proficiat. Ook moeder Rita een dikke proficiat voor die organisatie hier. Dat altijd pikfijn in orde is. Maar wij gaan dat hier niet te lang trekken, want ons Europa-prins moet hier ook nog een woordje zeggen. En hier is al zoveel gebabbeld. Ik ga het woord geven aan onze Europa-prins, voorzitter. De micro is niet van ons, want jij wilt hier nog met orde. Hij is van ons. Goedenavond iedereen. Tuurlijk, de micro is van ons. Kiara, Hiro, dikke proficiat, Rita. Dikke proficiat, een dikke organisatie. Ik zou zeggen, maak er een prachtig feestje van. We hebben hier natuurlijk Marino, die al de hele avond staat te presenteren. Maar dat blijft als internationale president. Dank je voor de ontvangst. Orde van Johan, dikke proficiat en nog een dikke bedankt voor de ontvangst. Ik zou zeggen, maak er een prachtig jaar van. Amuseer jullie, de vriendschap. Die was er al, die zal er blijven. En we gaan er nog veel pintjes op pakken. Ik wens jullie nog een leuke avond. Wees voorzichtig. En ik groet jullie allemaal met een drievoudig. Alaaf, alaaf, alaaf is je weer. Uiteraard, president Nederland is ook in ons midden. En Maastricht, we zijn zo blij. Want waar zijn de nachtuilen? We zijn er, hè? Fantastisch. We zijn altijd blij en fier dat jullie bij ons zijn. En ik geef heel graag een micro. Goedenavond, beste carnavalsvrienden. Onder van Keizer Joël, dank voor de uitnodiging. Wij komen hier graag van het bestrijd. Want jullie komen ook heel graag van het bestrijd. Ik wil jullie een proficie wensen van jullie fantastische prins. Een fantastische jeugdprinses. En ik wens jullie een heel, heel goed seizoen. Geniet ervan, het is maar kort. Het lijkt nou lang, maar het is kort. Geniet ervan. Ja. Dankjewel voor deze mooie woorden. Iemand van... Allee, kom een keer mee. Marina Zanne. Goedenavond iedereen, Marino. Pantrita en Chantal, zeker proficiat met jullie bal. Zoals gewoonlijk heel veel volk, ik had niet anders verwacht. Prins en jeugdprinses, heel veel
geniet en genot van het vaste jaar. Ik zou zeggen, doe het gewoon, geniet ervan. Want het jaartje is kort, hè. En zo zijn we geniet ervan. Wie heb ik bij? Commissaris Oost-Vlaanderen Joffert. Commissaris Oost-Vlaanderen Katrien. Tevens Europa-prinses 2016. Madame Hofmarschall Copain. En tevens kandidaat voor Groot Sinterklaas. Achter een toog staat Ingrid, commissaris van Antwerpen, die staat te tappen. En voorzitter Prinsessenconvent Marie-Lou staat ook achter de toog. En bij deze sluit ik af met een drievoudig Allah, Allah, Allah. Dank u wel. Ja. Ik kan alleen maar zeggen, dank u. Maak er een fantastisch seizoen van. Wij geven u het vertrouwen. En ik ben er zeker van dat we het sowieso gaan terugkrijgen. Een dikke applaus nogmaals voor onze Prins Guido 2020 en onze jeugdprinses Chiara voor het jaar 2020. We moeten nog een paar ontwerpen afgegeven worden. En ik dacht dat de medailleuitreiking is rond half één. Dus om half één zou ik zeggen, ga naar de bar en waarschijnlijk met u. Ga gewoon naar de bar en waarschijnlijk zul je een pinnetje of een medaille krijgen van Orde van Keizer Jolle. Is iedereen mooi gedecoreerd of is dat nog niet volledig in orde? Mooi. Voor alle carnavalisten kan ik alleen maar zeggen, maak er een fantastisch seizoen van. Voor alle leden en alle mensen die ons nauw aan het hart zijn, dank u. Dank u voor de steun en de hulp naar onze vereniging toe. En ik ga ook afsluiten met een drievoudig Alaaf, Alaaf, Alaaf. Een mooie aftreden voor deze prominenten en we gaan zorgen.